Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband tussen de 8 gemeenten in Zuidoost-Limburg. Deze samenwerking wordt vooruitgestuwd door een kleine organisatie van zo'n 16 mensen. De Stadsregio Parkstad probeert de voormalige mijnstreek aan de haren uit het moeras te trekken. Parkstad Limburg werkt, dat zie je, dat voel je. De regio transformeert. Er wordt hard gewerkt aan economische structuurversterking, aan de leefbaarheid en aan een goed vestigingsklimaat. Met de middelen die wij tot onze beschikking hebben, kan dat alleen samen met anderen. Samenwerken, ook over de grens, is ons belangrijkste instrument. En al is samenwerken in een ingewikkelde regio vaak uitdagend, het is wel de kracht van onze organisatie. We werken aan de toekomst van de regio. Dat doen we door verschillende opgaven mee te pakken in grootschalige projecten, als bijvoorbeeld de wijkenaanpak. Een locatie waar we hier staan is daar een van de voorbeelden van. Daarmee weten we een programma te realiseren van 259 miljoen. De krimpopgave is zo groot dat we met volhardendheid heel veel bestuurskracht weten te mobiliseren en marktpartijen anders weten te binden. De stadsregio werkt in heel complexe bestuurlijke processen. Dus eigenlijk zijn we superjongleurs. Wij initiëren, wij faciliteren, wij stimuleren. Soms doen we de dingen zelf. Vooral met slim geduld en met dwingende tact proberen we de hele goede dingen te doen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het zonnepanelenproject Parkstad, dat op zich het grootste in zijn soort in Nederland is. Liefst 7200 particuliere huishoudens kunnen via een lening met de eigen gemeente investeren in zonnepanelen. Inwoners worden volledig ontzorgd en inmiddels doen al 2300 huishoudens mee. Het project laat zien wat samenwerking oplevert. Wij als Parkstad hebben met 150.000 euro aan proceskosten een project weten los te trekken van 43,5 miljoen euro. Het project levert ook werkgelegenheid op en onze inwoners samen besparen in een periode van 25 jaar 70 miljoen euro op een energierekening. Dit regionale project vindt zijn oorsprong in een pilotproject van de gemeente Landgraaf, één van de 8 Parkstad-gemeenten. Parkstad maakte regionaal energietransitiebeleid, waarin is afgesproken het project in de hele regio uit te voeren. Ja, bij die uitrol heeft Parkstad een coördinerende rol gepakt. Ze hebben eigenlijk alles voorbereid, van de besluitvorming, aanbesteding tot en met de communicatie met onze inwoners. En ook nu, we zitten nu midden in de uitvoering, zijn ze nog steeds inderdaad een spin in het web. En dat is gewoon super fijn als je dat als regio met elkaar kunt bereiken. We hebben een succesformule in handen die zich telkens bewezen heeft in alle dynamiek om ons heen. En daarmee bouwen we voort aan een jong, ambitieus team dat klaar is voor de toekomst.